Oh, moet je nou eens kijken. Wat een mooie tomaten. Mooie pomodoris, trospomodoris. Dus, pollo alla pizzaiola. Italiaans gerecht. Lijkt me logisch. En tomaatjes. Mooie tomaatjes, rode tomaatjes. Op tijd uit de koelkast halen. In dit geval pomodoris, maar belangrijk is vooral dat je gewoon rijpe tomaten hebt. Dus als je mooie trostomaten kunt kopen, dan koop je die gewoon. Als ze maar gewoon mooi rood en rijp zijn. Die ga ik even ontvellen. En vervolgens ga ik die in de pan leggen. En ga ik stoven samen met mijn pollo. Oftewel, mooie kipcarbonaatjes. Dus geen kipfilet, maar carbonaatjes. Oftewel dijvlees. Dijvlees is het lekkerst. Kipfilet kan ook. Kipfilet is alleen sneller droog. Dijvlees heeft een andere structuur. Daarom gebruik ik altijd graag dijvlees. Tomaatjes. Kroontje eruit. Kruisje erin. Water aan de kook. En even ontvellen. Dus. Komt-ie. Water moet wel koken, hè? Moet wel koken, hè? Want als ze niet kookt, dan laat het vel niet los. Moet je weer wachten. En dan wordt ze helemaal gaar. Dan heb je een soort tomatensoep. Dus water moet koken. Kookt het? Ja, het kookt. Dan gaan ze erin. 30 seconden. Velletje dat los. Dan gelijk in het koude water. Kan ik ze makkelijk ontvellen. Wat gebruik ik nog meer? Oregano. Oftewel dat overheerlijke pizzakruid. In dit geval in verse vorm. Is natuurlijk ook in een gedroogde variant. Maar mensen, als je kruiden gebruikt in gedroogde vorm, zijn ze echt heel anders dan in verse vorm. Oregano heeft een totaal andere smaak als die verse dan in die gedroogde. Dus bij specerijen is dat een ander verhaal. Maar kruiden, vers, totaal anders van smaak dan gedroogd. Zo ook de basilicum, salie, allemaal kruiden die je vers gewoon het lekkerste kunt eten, verwerken en totaal anders qua effect zijn. Tomaatjes. Velletje laat los. Die gaan we straks hakken. Zo makkelijk gaat dat, hè? Zie je? Ja, mooi tomaatje. Zo. Ik serveer hem met wat vers gebakken brood. En dat brood, daar gaat niks anders op dan een beetje peperzout en wat olijfolie. Moet je thuis ook eens doen als je een stokbroodje bakt. Gewoon alleen maar olijfolie erop smeren en wat peper en zout. En dan even een tikje geven in de oven. Krijgt een lekkere structuur en een lekkere pittige bite door. Tomaatjes ontveld. Hopla. Plakjes. Pan. In dit geval even een grote braadpan gepakt. Dat is makkelijk werken straks, want ik wil natuurlijk een heerlijke tomatensaus creëren van mijn verse tomaatjes. En dan moet ik een beetje ruimte hebben in die pan. Dat moet een beetje inkoken. Dat moet een beetje zijn vocht kwijt kunnen. Dus gebruik een pan met een beetje groot oppervlak. Hop, hop, hop. Heb ik hier mijn grote, mooie braadpan. Daarin een klein laagje olie. En daarop gaan mijn tomaten. Heel simpel. Zo. Het is zo'n simpel gerecht, maar zo ontzettend lekker. En dat is met veel gerechten uit de Italiaanse keuken en ingrediënten. Het is allemaal niet zo moeilijk, technisch, maar wel heel smaakvol. Tomaatjes in de pan. Daarop, zoals gezegd, mijn oregano. En als je daarop 3 takjes oregano gebruikt, dan heb je echt al smaak genoeg. Zo, doet het ook prima in de tuin. Deze. Even grof hakken. Zo. Die op mijn tomaatjes. Zo ook. 1 teentje knoflook. Daar is hij weer. Knoflookje. Altijd goed. Altijd gezond. Altijd lekker. Hoort daar gewoon bij. Teentje knoflook. Dat is 1. En vandaag gebruik ik er zowaar 2. Zo. Op 4 personen. 2 teentjes knoflook. Dat kipvlees
Die kippendijen worden dus niet gebakken of zo, hè? Ze worden niet gebakken, niet geschroeid of wat dan ook. Je legt ze gewoon op die tomaatjes met die oregano en die knoflook. Meer is het niet. Zo. Alla pizzaiola, oftewel bereid in de saus die normaal op de pizza gaat. Mijn kipcarbonaatjes gaan daar bovenop. Zo. 4 stuks. 12 stuks. Dan even mijn handen goed wassen als ik die rauwe kip heb aangeraakt natuurlijk. Dat is wel even belangrijk. Vervolgens niet te vergeten, altijd belangrijk, lekker peper en zout erop, grof gemalen zeezout en wat vers gemalen zwarte peper. En zo ziet dat er dus uit. Kunt u zien zo? Zo? Is dat te zien zo? Ja? Dus, vuur aan om die tomaatjes uiteindelijk tot een mooie saus te laten garen. Dan mijn brood. Zoals ik al zei, broodje, niks anders dan een beetje olijfolie daarop. Hopla, nou ja, een beetje olijfolie, royaal olijfolie. Hartstikke lekker, extra virgin. Zo, ook hierop zeezout, pepertje. Het is allemaal zo simpel. Maar het verandert echt van smaak. 200 graden, 8 minuten. Dan gaan ze de oven in. 8 minuten. Kip in de gaten houden. Het enige wat ik straks nog wel gebruik, wat ik zelf wat lekker vind, wat hem nog even een beetje body geeft, is wat extra tomatenpuree. Daarmee bind ik namelijk ook de saus. En daarmee krijgt hij natuurlijk nog wat extra sterke tomatensmaak. Zo. Die zet ik alvast klaar. En hier blijf ik even bij. En dit zal ongeveer, als dit zo aan de kook is geweest, zet ik het vuur laag. En dan gaat hij een half uurtje stoven. Een beetje roeren, een beetje bijhouden. Dat hij niet droog komt te staan. Als hij droog komt te staan, doe je er gewoon nog even wat tomaatjes bij. Dat moet langzaamaan smoren. En straks, over een half uurtje, maak ik daar een lekkere tomatensaus van. Dus terwijl de broodjes bakken, is het even wachten op onze kippetjes. Ja, gaan we even pauze nemen. Half uurtje pauze. Wat drinken, even praten. Gaan we maar even kijken naar het stokbroodje. Kippetje kijken, weer even praten, weer even drinken. Kijk, even rondkijken zo. Hier, mooi zo. Mijn broodjes zijn klaar. Even kijken. Ja. Hopla. Kijk. Die laat ik even tot rust komen. Kan ik ondertussen even wat aandacht geven aan mijn kippetjes. Kijk, hier liggen ze. Zie je? Vocht is losgekomen van de tomaten. En dat vocht, dat is nou juist wat die lekkere tomatensaus straks gaat vormen. Dus hier doorheen ga ik, zoals ik al zei, even wat tomatenpuree doen. Krijgt die saus nog wat meer kleur, nog wat meer body. Zo, 2 theelepeltjes. En zo bind ik ook die saus een beetje. Zo, dat ziet er nu al lekker uit, hè. Eerste 10 minuten gaat. Kijk, wordt al wat dikker. Zo. En de rest laat ik dan met deksel even doorstoven. De deksel, waar is de deksel? Waar is de deksel? He? Oh, hier is de deksel zeker weer. Zeker weer hier, hè? Ja, precies. Dat dacht ik al. Zie, hier heb ik deksel. Ja, deksel gevonden. Ja. Dus deksel erop en dan laat ik hem nog zeker 10 minuten stoven. Dan gaan we straks weer even proeven. Broodje klaar. Kippetje gaar. Gaan we straks aan tafel. Kunnen we misschien ondertussen even wat praten. Een glaasje wijn drinken. Televisie kijken. Internet. Chatten.
twitteren, bloggen. Ja. Oh, dat ziet er goed uit, hè? Hier, moet je nou eens kijken. Even een beetje zo dat hele zaakje door elkaar roeren. Nou. Ziet dat er lekker uit of niet? Dat is toch lekker smeuig? En dat hoef je dus helemaal niet aan te bakken of zo. Dat is gewoon hartstikke lekker smeuig. En die dijen, die hebben nog een beetje vet. Dus wordt het tijd om even een stukje brood te snijden. Een stukje brood snijden, sausje erbij, kipje erbij. En dan kunnen we alweer aan tafel. Dus bij elkaar heeft hij ruim 25 minuten in die saus gelegen. En dat test je even door te voelen. Hè? Als hij een beetje loslaat van het bot, dan is hij goed en dan is hij lekker. Zo, en dat is hij. Broodje erbij, saus erbij. En ja, moet je er dan de groentes bij serveren? Ik vind van niet. We hebben lekkere tomatensaus, we hebben lekkere kip, we hebben een lekker stukje brood. Dus waarom? We mogen best wel eens afstappen van het idee van dat verhaal van aardappels, vlees en groenten. Waarom zou je? Ik heb volwaardige voeding zo, ik heb mijn koolhydraten, ik heb wat groenten in de vorm van tomaten. En ik heb mijn eiwitten in de vorm van mijn lekkere kippendijen. Broodje, zoals je ziet, glimt mooi, peperzout erop, mooi krokant korstje. Zo, die gaat dan met saus en al natuurlijk op mijn schaal. Ja, daar gaat hij, hè. Kijk. En dat zet je gewoon op tafel. En dan ga je aan tafel zitten. En dan pakt iedereen zoveel kip als die wil. En dan heb je gewoon weinig omkijken naar de bereiding van dit gerecht. Je zet het aan, je laat het lekker pruttelen, je laat het lekker stoven. En ondertussen kun je je gasten te woord staan. Kun je met je vrienden lekker wat drinken. En na 20 minuten proef je alles nog even. Saus klaar, brood klaar. Ik zeg, mangiare. Mooi, hè?